Komende week is het de week van de jonge mantelzorger. Wij spraken met twee jonge mantelzorgers en met Steunpunt Informele Zorg Breda die aandacht besteden aan deze week. Nou, STIP is er eigenlijk voor alle mantelzorgers. Hè. Als mensen advies willen, vragen hebben, ondersteuning nodig hebben, kunnen ze bij ons terecht. En voor jonge mantelzorgers geldt dat eigenlijk ook. Dus willen ze hun ei kwijt, even een vraag stellen, hulp hebben, iemand die even met ze meedenkt. Of ze willen andere jonge mantelzorgers ontmoeten, leuke dingen doen. Om er even uit te zijn bijvoorbeeld, daar kunnen ze bij ons voor terecht. Ongeveer een kwart van de kinderen, jongeren groeien op in een gezin waar iemand ziek is, beperkt, psychische of verslavingsproblematiek heeft bijvoorbeeld. Dat zijn er best veel. En een fors gedeelte daarvan vindt het soms wel eens prettig om steun te krijgen of een keer een verhaal kwijt te kunnen aan een ander. Alleen kinderen en jongeren herkennen zich niet in de term mantelzorger. Dat is bij ouderen vaak al het geval, laat staan bij jongeren. Ook omdat zij niet altijd echt praktische zorgtaken hebben. Heel vaak gaat het voornamelijk om echt het zorgen maken. Dus het zit vooral heel erg in het hoofd. En daarom kunnen ze er ook echt last van hebben, zeg maar. Ik was heel klein, ongeveer misschien 4. En ik dacht, hoe moeilijk zou het zijn om een gehandicapte zus of broer of familielid te hebben. En toen kwam ik erachter, ik heb er zelf één. Ik probeer zo goed mogelijk voor haar te zorgen. En ik help haar gewoon als haar iets dwars zit of zo. En hoe is dat nou voor jou? Heb je daar, dat kan me ook voorstellen dat het best wel moeilijk is op zo'n jonge leeftijd. Ja, volgens mij, het is ook best wel moeilijk, vind ik. Want je weet niet altijd wat je moet doen. Je weet niet bij alle situaties wat er gebeurt. En ja. Mijn zus heeft ook dat ze af en toe niet weet wat ze aan het doen is. En haar emoties gaan van heel erg blij naar heel erg verdrietig. Dus dat is echt wel heel erg moeilijk. En hoe ga jij daar zelf mee om? Hoe is dat voor jou? Voor mij is dat altijd heel erg naar. Want ik moet dan echt doodstil zijn. Ik mag geen geluid maken dan. Gewoon geen last zijn. Anders komen er nog meer prikkels bij. Eigenlijk willen ze niet heel anders behandeld worden dan een gewone jongere of een gewoon kind. Dus dat is heel belangrijk. Maar vragen hoe het met hem of met haar gaat, dat is vaak al heel veel. Want vaak wordt er via de jonge mantelzorger gevraagd, hoe is het met je zus of hoe is het nou met je moeder? Terwijl het heel fijn is als iemand een keer vraagt, goh, en hoe is het met jou? Wat doet het met je? Wat vind je er allemaal van? En begrip hebben voor iemand zijn emoties, dat is natuurlijk ook fijn. En vooral leuke dingen blijven doen met elkaar. Ja.